beter milieu begint bij jezelf. Die mening is ook de gemeente Duiven toegedaan. Om het eigen wagenpark milieuvriendelijker te maken, kregen zij dinsdag haar eerste elektrische auto afgeleverd. Die auto wordt ingezet voor het legen van prullenbakken en het ophalen van containers. Nou, wij willen natuurlijk, zeker omdat het om korte afstanden gaat, en in het centrum een goed voorbeeld zijn voor de bevolking. En elektrokarren, elektroauto's is iets wat echt op dit moment aandacht vraagt. We hebben ook verschillende oplaadpunten in de gemeente. Dus wij willen ook als gemeente een voorbeeld zijn voor de burgers. En dan hoort daar zo'n werkauto ook bij, vinden wij. En hoe zit het dan met de kosten? De kosten die zijn een beetje hoger als een normale auto, maar hij houdt het veel langer uit. Want je hoeft maar één keer zeg maar de accu's te wisselen en dan kun je weer 5 jaar erin rijden. Dus in die zin is dat een kleine investering, zeker ook voor de lange termijn. Dus wij vinden dat duurzaamheid erg belangrijk is. En op lange termijn is zo'n auto echt goedkoper als een gemiddelde normale benzineauto. Hoe zit het met de toekomst? Zijn er over een paar jaren misschien drie of vier of vijf auto's te vinden? We kijken natuurlijk ook naar de financiën op dit punt. Maar we willen zeker kijken of wij op lange termijn ook nog meer van deze auto's kunnen aanschaffen. Zeker als die goed inzetbaar zijn, dan kijken we er zeker naar. Ja. En misschien ook andere inzetgebieden? Ja, de gemeente is de gemeente. Hè. Dus wat is precies het gebied dan? Deze zal natuurlijk voornamelijk ook voor prullenbakken ingezet worden. Met name in het centrum. Maar hij heeft een goede actieradius. Dus hij kan eigenlijk over de hele gemeente ingezet worden. Dus wat dat betreft is het een hele goede aanschaf voor de hele gemeente. De 31-jarige man die vastzit op verdenking van verkrachting en zware mishandeling van een prostituee op de Nieuwe Markt in Nijmegen op 12 februari, heeft het fysiek geweld bekend, maar ontkent dat hij de vrouw zou hebben verkracht. Dat liet zijn raadsman maandag weten tijdens een pro forma zitting van de militaire rechtbank in Arnhem. De man diende als infanteriesoldaat enige tijd in Oeruzkan en zou na terugkomst in Nederland zijn behandeld voor een posttraumatische stressstoornis. Ondanks een verzoek tot vrijlating besloot de rechtbank hem langer in voorarrest te houden. Na Arnhem en Rhede laat ook gemeente Roosendaal weten niet blij te zijn met het verdwijnen van de trajectcontrole op de A12. Het gemeentebestuur wil samen met buurgemeente Rhede zijn zorgen kenbaar maken aan minister Schulz van Hagen. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek geldt een snelheidslimiet van 100 km per uur. Nu de trajectcontrole na verbreding van de A12 niet terugkeert, en de omliggende gemeente bang voor meer overlast door automobilisten die zich minder aan de snelheidslimiet houden. Gemeente Groesbeek heeft met de atoombunker aan de Watertorenweg in Bergendal mogelijk voor de tweede keer een overblijfsel uit de Koude Oorlog veiliggesteld. Groesbeek heeft het Bevrijdingsmuseum gevraagd de atoombunker onder zijn hoede te nemen. Ja, geweldig idee natuurlijk. Geweldig idee om hem open te zetten voor het publiek. En uiteraard zoek je dan een partner in crime, zeg maar, die daar ook vaker bij betrokken is, hè, met publieksfuncties. Nou, dat is natuurlijk het Bevrijdingsmuseum. We hoeven daar ook geen spagaat voor te maken, omdat we in dit museum sowieso al de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog zelf, en de nageschiedenis laten zien. En dan gaan we hier tot diep in de jaren 50. Dus het past ook wel een beetje bij het Bevrijdingsmuseum, al zou je dat in het eerste instantie niet zeggen. Misschien meer bevrijding en dan vrijheid in algemenere zin. Dat sowieso, maar toch ook kijkend naar de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Hè, de deling die daaruit volgt, want de Russen die staan midden in Europa. En de tweedeling is eigenlijk compleet. En dat verhaal, dat is het verhaal van de Koude Oorlog. Met een directe resultante van die Tweede Wereldoorlog. Dus in die zin sluit dat wel heel goed aan. Was u erg bekend met het fenomeen van de atoombunker? Ik wist dat die bestond en ik had er natuurlijk al vaker ook foto's van gezien. En het mooie is natuurlijk dat die compleet ingericht is. Ook nog met de voorwerpen die daar, stukjes zeep, alles is er nog. Dat draagt natuurlijk tegelijkertijd ook een risico met zich mee, of niet, laat ik het zo zeggen, een uitdaging. Dat je de bunker straks zo maakt dat dat ook allemaal goed beschermd is natuurlijk. Dat het publiek erin kan en dat je de originele in situ staat ook nog kunt laten zien. Dat is een uitdaging. En
Nou ja, je kunt daar van alles denken. Hè. Een bezoeker die koopt een kaartje van het Bevrijdingsmuseum en die komt met die voucher ook in die bunker of omgekeerd. Daar kun je prachtige arrangementen van maken. Ja, zoals je dus al zei, hij is nu nog steeds ingericht. Wordt ook nog gebruikt door de huidige eigenaar KPN onder andere. Is de atoombunker ooit, waar die voor bedoeld is, schuilen gebruikt? Nou, dat wordt allemaal nog onderzocht. Er zullen natuurlijk zeker ook oefeningen geweest zijn. En ik kan me niet voorstellen dat op die moment supremes van de Koude Oorlog, tijdens de Cuba-crisis, dat mensen daar die kelder in zijn gegaan. Maar we zijn daar natuurlijk ook nog mee bezig om dat stukje verleden nog eens boven tafel te krijgen. En sowieso nog de gesprekken verder uit te voeren met de gemeente. Om te kijken, ja, hoe gaan we het precies in het vat gieten? Dit is eigenlijk wat ik nu doe en wat ik ook al eerder aan de pers heb verteld. En ook aan de gemeente Groesbeek. Nou, dat soort principeverklaring. Wij zijn daar voor in. Wij staan daar voor open. Het moet allemaal nog wat concreter worden. Dat moet nog concreter worden, maar niettemin, het is natuurlijk een prachtig initiatief. De economische crisis laat ook in Nijmegen zijn sporen na. Weliswaar daalde de algehele werkloosheid licht met 2%, maar het aantal hoge opgeleide werkzoekenden is ruim met 8% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV Werkbedrijf eind mei. Landelijk gezien steeg het aantal werkzoekenden op hbo-niveau met 1,5%, maar daalde het aantal op universitair niveau met 2,5%. De hoge opgeleide werklozen in Nijmegen zijn vooral te vinden in de economische, administratieve, sociaal-culturele en pedagogische sector. Ismaël Assati is terug bij Vitesse. De 23-jarige middenvelder was transfervrij bij Ajax en tekende dinsdag een meerjarig contract bij de Arnhemse club. In het seizoen van 2010-2011 kwam Assati al op huurbasis uit voor Vitesse. Bij de Arnhemmers ziet hij zijn voormalig trainer bij FC Twente Fred Rutten weer terug. Woensdag reist hij met de selectie af naar Bulgarije voor een uitduel in de Europa League tegen Lokomotiv Plovdiv. De 96e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is dinsdagochtend dan echt begonnen. Om 4 uur stonden de lopers in de regen klaar voor hun eerste wandeldag. Echt heel erg bijzonder. Ik ben ooit hier binnengekomen als 18-jarig student. Om nu het startschot te mogen lossen bij de Vierdaagse. Het mooiste en grootste evenement van ons land. Dat is echt heel bijzonder. En hierbij I declare the 96 Nijmegen 4 Days March officially open. Ik wens u heel veel succes. Heel veel plezier, goede voeten, een mooie bijeenkomst en ik zie u allemaal op vrijdagmiddag op de Via Gladiola en ik kijk allemaal naar hand. Veel succes! Ja, ik ga aan. De meeste mensen zullen wel goed getraind zijn. Die hebben genoeg aan zichzelf. Maar ik weet ook wel, iedereen heeft af en toe een opbeurend woordje nodig. Dat geldt in het leven en dat geldt ook tijdens het wandelen. Ja, je hoort het, hè, de stemming zit er goed in. Mensen gaan hier niet met sikkeneurig snuit naar buiten. Ondanks die regendruppels die we hebben. Maar die gaan voorbij.